We laten je graag zien hoe de leerlingssoftware bij Samsung werkt voor groep 3 en 4. Deze software draait om het oefenen en automatiseren van de rekenvaardigheden. Het is van belang om hier in groep 3 en 4 veel aandacht aan te geven, want als kinderen een uitkomst snel leren geven, kunnen ze later de meer complexe opgaven beter aan. Kinderen automatiseren met het rekenmuurtje van Bareka. Dit bestaat uit boomstammen waarbij elke stam een rekendoel weergeeft. Dit zijn alle onderdelen die aan bod komen. Door te oefenen kom je steeds hoger op het muurtje en worden meer rekendrempels van het hoofdrekenen bereikt. In groep 3 begin je onderaan met het getalbegrip tot 10 en eindig je bij bewerkingen over het tiental tot en met 20. In groep 4 herhaal je drempel 1 nog een keer en ga je door tot aan de tafels tot en met 10. Het is namelijk belangrijk dat je begin groep 4 de doelen van groep 3 nog een keer herhaalt. Zo weet je zeker dat deze doelen goed worden gememoriseerd. Sommige kinderen zullen drempel 1 heel makkelijk vinden, dan weet je zeker dat het goed zit. Klik op een drempel en zie de verschillende boomstammen van die drempel. Rechtsonder zie je waar je in de software bent. Klik je op de uitlegknop, dan zie je wat voor type opgave je gaat maken. Hier zie je bijvoorbeeld maak de telrij af, maak sprongen van 2 en welk getal is het grootst of welk getal is het kleinst. De boomstammen zijn in drie onderdelen verdeeld. Je mag per drempel in de verschillende boomstammen werken, maar moet wel starten met het eerste deel voor je verder kunt. Dat eerste deel is Power. Daarin oefen je met de opgave. Tijd speelt hier geen rol, het gaat om het inoefenen van de materie. De oefening start met een instructie die je eventueel ook kunt overslaan. Je kunt op het antwoord klikken en op OKé, okay, of ervoor kiezen om het antwoord in te typen en op Enter te drukken. Het tweede deel, Speed maken, speel je op snelheid tegen de computer. Je bent het onderste diertje en moet zorgen dat je eerder bij de finish bent dan het bovenste diertje. Die snelheid is belangrijk. Automatiseren gaat er namelijk om dat je het antwoord snel kunt geven. Bij het derde deel, speed tonen, krijg je nog minder tijd. Je mag het drie keer proberen. Lukt het je om het goed te maken? Dan is het gememoriseerd. In de leerkrachtsoftware kun je als leerkracht zien waar elke leerling zit binnen de rekenmuur van Bareka en welke rekenvaardigheden ze dus geautomatiseerd hebben. Ook kun je de startdrempel voor de leerlingen instellen. Ga naar het voortgangsoverzicht rechtsboven. Je komt dan in het scherm Resultaten Wijzigen. Hier kun je per leerling de huidige drempel zien en een nieuwe drempel selecteren. Zo hoeven leerlingen uit groep 4 niet weer helemaal onderaan te beginnen. Klik op opslaan en de drempel is ingesteld. Deze optie is ook handig als je erachter komt dat een leerling te hoog zit in de software. Zet hem weer even terug en hij kan weer beginnen op zijn eigen niveau. Je hebt nu een indruk van de leerlingssoftware van Samsung en hoe het helpt met automatiseren. Natuurlijk doe je dat ook met het werkboek Rekenmuur. De activiteitenkaarten uit de activiteitenbox en de verschillende automatiseringsactiviteiten die je tijdens de les doet. Veel plezier met Samsung!